Nee, conceptueel ook echt heel sterk. Ja, ja. Het contrast. Hoekig en rond. Wat je bedoeld had, hè, dat was ook je intentie. Ik vind het zo leuk dat we allemaal zoiets anders hebben. Ja, ik ook. Ik vind het echt wel leuk. We zijn vandaag voor de laatste keer bij elkaar als papierknipclub in het atelier van Marieke. En iedereen werkt zich helemaal te pletteren en moderniseert dat papierknippen. En dan wordt het geüpload naar de 21ste eeuw. Ik heb mezelf voorgenomen om Illustrator te laten varen, omdat het een ambacht is. Je kan heel braaf dingen na gaan knippen of je kan dingen gaan verknippen. Je kan een verhaal gaan knippen, je kan het scheuren. Het is zoveel meer dan het papier knippen. Als ik nu na deze weken terugkijk, dan denk ik dat het werken met kleur en het werken met het effect, het schaduw, dus je knipwerk niet plat ingelijst 2D, maar een stukje ergens vanaf kijken wat dat voor effect is, dan zie ik dat daarin wel een verrijking is ontstaan. Dus dat neem ik zeker mee. Een zee of niet? Ja, zeker wordt het een zee. Ik heb wel gedacht aan iets heel groots maken, maar dat papier is super, super kwetsbaar. En aangezien ik ook wel heel echt hou van series maken op kleine formaat, heb ik insectendozen besteld, ongeveer 30 bij 40 centimeter. Ik vond die kleine maten eigenlijk wel geen slecht idee voor een eerste keer papier knippen. Ook, het is gewoon veel te kwetsbaar om ook maar een paar weken te laten hangen, want dan is het kapot. Ik heb niet per se iets met het knippen. Ik ga liever gewoon snijden of iets anders doen. Ik heb gelukkig wel die techniek van Henk, dat is een beetje geleerd. En ik snap wel dat je moet het papier draaien en zo. Maar bij dat grote papier, ja, dat was echt niet te doen. Ik ga dat snijden zeker meenemen. Of gewoon überhaupt de manier van kijken. Dus de vlakverdelingen, diepte, gaten. Heel veel ideeën nog steeds, ja. Als ik terugkijk op deze weken en op wat het voor mij als papierknipper gebracht heeft, dan denk ik, dit zou eigenlijk ieder ambacht moeten meemaken, zo'n sessie. Ik zie dat de kant nog wel een bedreiging.